Hallo mensen van de ProGamer Thomas P9. Ik ben Joren en ik ga weer een nieuwe video opnemen. Deze keer op de Mineplex, Mineplex server. Ik neem deze keer op met mijn broertje. Hoi. En we gaan vandaag Dragon Escape doen. Ik ben hier ontiegelijk slecht in, dat klopt wel. Want ja, dat ga je waarschijnlijk straks merken. Ja, dat klopt. Jij hebt dat nog nooit gezien, Karsten. Jawel! Oh. Ik hoef niet zo hard te schreeuwen, maar... ik wil bij hun horen, nou goed. Ze hebben... Echt heel veel servers hebben trouwens gewoon kerstmis shit nu. Ja, ik snap, het is kerstmis deze keer. Het is nu tweede keer... Niet zelden, Joren. Ik neem deze keer de tweede kerstdag op, maar... ja... Ik moet een onderwerp hebben om over te praten, dus ja, daarom. Hoe lang duurt het nog? 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Happy New Year! Nee, grapje. Oh. Oh, gelukkig. Normaal had ik die eerste jumps niet eens. Ik liep daar. Nee. Joren, ik liep, dat klopt niet. Ik liep. Ja, ik zit haastig te praten, maar... We zijn nog steeds vierde. Nee, ik ben nog nooit überhaupt lager dan tiende geweest. Kijk, we zijn hier vierde. 14 staat bovenaan. Wij staan, kijk, zie je? Vierde, Joren, 14, 1999. Brrr. Echt die draak woest het hele ding trouwens, kijk maar. Nog maar één iemand en hij zit vast in de kopweb. Ah, hij is wel eerste. Maar... We waren net geen derde, god. Ah, non de you. Ik heb trouwens ook gewoon muziek, net zoals de andere opnames. Maar die zijn nog lang nog niet, een tijd nog niet online. Maar ja, we moeten weer helemaal wachten. Trouwens, ik heb gezien dat de vorige video was dus al... de laatste keer dat ik keek 38 keer bekeken. En hij is pas toen hij 2 dagen online was al. Dus ja, vandaar deze video. Deze komt waarschijnlijk gewoon weer dinsdag online. Maar vanaf die dinsdag ga ik ook zorgen dat er zaterdag weer eentje online komt. Als Thomas het niet te druk heeft of andere video's heeft. Maar... Oh, daar beginnen we weer. Ik denk eigenlijk dat de views nog sneller zijn gegaan dan Thomas het had bewerkt. Joren. Ja? Ik ken deze map niet. Ik wel. En ik ga meestal bij die eerste jump van die map af. Zag je dat? Verdween bijna letterlijk onder mijn voeten de map. Maar waarom liep ik... Ah, ik had mijn bel niet vast. Oké, even kijken. Niks doen. Ik ga toch proberen even deze map te halen. Pak hem dan mijn sport. Je kan niks pakken hieruit. Wauw, hoe kan dat? God, ik ben wel heel goed in parcours, maar niet in dit parcours, omdat ik haastig moet doen. Nee. Ik heb dit trouwens nog nooit gezien voordat het stuk was. Oh, dit is gewoon zo'n lavapoel. Ik dacht er zit iets omheen ofzo. Ja, god, ik moet eigenlijk een voorsprong nemen, vandaar of zo. Nou ja. Oké, moeten we nou omhoog springen? Weet je wat? Ik lek een beetje. Echt, alles staat op zijn laag, staat op 30 fps, al die bullcrap. Wow, hij overleefde het niet. Hé, dat is die fishcorn, dat was net eerste, die is nu tweede. Killer by fall. Oké. Waar is hij dan? Ik wil even zien, waar is hij? Never, hij is hier al aan het eind. Hij wacht gewoon, hij springt gewoon weer terug, hè. Dit moet je met andersom doen of zo. Hij viel naar beneden. Hij heeft snelheid, ik niet. Hij heeft gewoon aan het einde gehaald. Maar hij sprong aan het eind af. Ook, je ziet gewoon die dingen omhoog vliegen. Echt zoals het ding. Oké, waarom ren ik niet meer? Oh, ik ren wel. Jump rockets. Ja, de muziek is ook handig voor sommige stiltes, maar... ja, ik heb eigenlijk helemaal niks aan. Ja, hoe is jullie kerst geweest? Zijn jullie misschien ergens heen gegaan of zo? Kan je in de reacties zetten. En ook trouwens nog gewoon vrolijk kerstmis en een gelukkig nieuwjaar. Ook, misschien komt dit wel volgend jaar online pas, maar... Ligt eraan of Thomas tijd heeft. Kan ik het halen? Dat zouden we nooit kunnen halen. Ja, echt een droge kill. Pirate. Gaat goed? Nee. Ja, wat derde. En vorige video is dat niet gelukt. Nu zijn we wel minimaal derde. Even hoor. Heel even kijken, want ik heb het gevoel dat we al een tijd bezig zijn. Ah, oh, zijn pas 6 minuten, kunnen nog iets van 2 potjes. Misschien wel 3. Of 4. Wat vind jij ervan nou van Karsten om een keer mee te doen? Leuk. Ja, mee te doen, mee te kijken. Misschien, ook, misschien ooit eens wel een keer meedoen. Mijn excuses. Misschien, ja. Misschien, ik vraag me trouwens af hoe jij klinkt, want ik klink heel zwaar. Ik klink heel licht. Jij klinkt heel licht, ja! Fuck jou. Dit is de eerste keer. Ik heb het 1 keertje al eerder gespeeld en wist ik niet meer wat Dragon Escape was trouwens. Want Thomas vroeg misschien is het leuk om dat te spelen. Maar ik dacht ik probeer het wel weer. Even, ja, te veel mensen. Nee, ik ben dood. Daar moet je zijn. We zijn 10e. Nee, daar moet je helemaal niet zijn. Kijk, het gaat hier. Ga je een netherpoort doen. Hier moet je... En hier moet je... Brrrr. En ja, daar ging ik al dood trouwens. Hier ook. Maar hoezo wordt eigenlijk opgeheerd en mode gezet? Omdat misschien God hier niet op staat. Ik dacht we moeten de andere kant op en toen ging het fout. No, never, dat is onmogelijk die jump. Of is het gewoon wel mogelijk, maar moet je... God. Moet je dan... rennen? Nee. Onmogelijk. Gewoon onmogelijk. Ja, nee. Nou, die is niet onmogelijk. Dat moet een krautje. Ga naar de netherportal. Tweede plaats is nog niet af, maar de eerste wel. Waar is hij dan? Dan is die ander rechts hier dood gegaan, want hij is niet langs me geweest. Die draak is daar pas. En hij is daar. Hij gaat hier mogelijk. Oh, je moest je omhoog, ik wou al zeggen. Wat? Je bent al in de nether. Hij heeft het gehaald. Oh, dat is wel het eind. Dat zei ik toch? Shike toch, ja. Maar ik vraag me nog steeds af, gewoon echt, misschien klink jij wel heel hoog of heel laag of... Poep Chinees! Hey. Niet gewoon onzin praten. Kut, reclame. Echt, dit is zo'n kut... Hier, oh, muziek. Hoop ik. Zo. Dus het nadeel van afspeellijsten. Je krijgt elke keer reclames. Dan verdienen ze wel geld met die reclames hoor, dat snap ik, maar... Ja, laat maar staan. Even kijken. Hi YouTube. Je zegt tegen eigen YouTube. Nee, hoi YouTube. Hi. Hi. Ja. Ja. Kan dat? Oh, we gaan al beginnen. Voor mij is het Chinees. Iemand zei net ja. De J en de H zitten naast elkaar. Nee. Kan ik? Dan nee. Achtste. Oh, iedereen kijk. Het was tot 11e was nog levend. En in één keer bam, iedereen dood. Ik was 8e daardoor. En 4e plek is af. Nee hoor. Nu niet meer, nee. Maar net was het 4e plek was af. 5e was nog levend. Dat is... Hoe onmogelijk is het om dit schip te nemen? Met een vuur. Nou ja, ik ga proberen het einde te halen, want ik heb al dit überhaupt nog in één keer gezien, hè. Ik ga gewoon vliegen naar het einde. Ik wil gewoon parcours. Hij zei in één keer dat mijn microfoon eruit was. Misschien viel die ook even weg. Ik moet hierop letten. Ik zet hem even zo laag. En dan moet je waarschijnlijk hierop springen. Nee, dat ga je niet overleven, dan ga je dood. Nee, zit carpet, dat stopt dat. Hoe? Hij heeft een blokje gesloopt. The fuck? Hij kan blokjes slopen met zijn pickaxe. Oh, blok shit werkt. Kijk, nu wil ik weer parcouren. God, ik ben normaal echt niet zo slecht in parcours. Ik wil dit parcours halen. Oh, hij sloopt het parcours niet eens. Oh, toch wel. Oh. Ik ga er gewoon vliegen heen. Oh, dit is het einde. Hij is echt net voor het einde dood gegaan. Die is naaiend. Maar hij is wel eerste. Ja, hij is wel eerste. Even kijken hoor. Even zwart beeld. De wereld vergaat weer. Nog 1 video. Nog 1 map. Misschien nog 2, dan slaan we gewoon eentje even over. Ik wil die enderpaal hebben. Dat is een achievement kit, maar ik weet niet welke achievement dat is. $12.000 coins. Wow. Particle effect. Maar dat kan ik niet doen. Het is nog rood. Dit, echt, je krijgt iets van 12 van die dingen. 10 per spel krijg je 10 iets van die dingen. Ja, van die tokens of zo. Zou jij ook een blokje weg kunnen halen? Ha? Zou jij ook een blokje weg kunnen halen? Oh shit. Oh. Oh, overleefde ik nog, gelukkig. Water damage. Dat staat ook bij deze aan. Als je nu in het water valt, ben je ook af. Niet in één keer. Nerd. 8e. Ja, alweer. Nou ja. Jammer. Ja, ik ga maar naar de hub toe. Nu 12 seconden voordat we erheen gaan, voordat we weer in het spel zitten. Maar wat is dit? Survival games, ultra hardcore. Oké. Hey, er zijn dus meer spellen dan ik dacht. Ik ga altijd naar die toe, maar er zijn dus meer. Team Deathmatch. Dominate. Ja, het duurt eventjes voordat ik in zo'n spel kan, dus ga ik even rondkijken. Mindstrike. Castles. Ja, oké, maar dat ga ik misschien na de opnames proberen. Maar ja, dit is de laatste. Die ga doen. Dragon Escape. Bij de Mineplex server. Dat is eu.mineplex.com volgens mij. Ja, het staat boven in beeld trouwens. Yes. EU.minecraft.com. Oh, dat het daar is. Ja, US is van Amerika. En EU is van Europa. Mm. Dus, maar ze werken allebei en dan kom je in dezelfde. Volgens mij. Of in alle verschillende. Maar wij hebben volgens mij UA. En Minecraft is gecrashed, dus ik wil het hierbij laten. We hebben heel veel reclame gehad in deze. Dat is echt zo vervelend. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat even een like achter als je het leuk vond. En ik zie jullie later. Doei!